En ga zo ontbijt halen in de cafeteria. En dan door naar het veld, want we gaan weer op pad. Deze keer helemaal naar Houston, wat zeg maar aan de andere kant van Texas is. Dat wordt ongeveer minimaal 9 uur rijden. Dus lange zit vandaag. Wel een grote bisschop. Een hele berg met tassen zoals gewoonlijk. Kledingtas, sokkeltas en gewone rugtas. Trying to do this one day at a time. I put my whole life into these lines. Yeah, nothing can stop us now. You don't want a problem, pal. Yes, I came a long way since I was a problem child. Same guy I always been, trying to make my mama proud. Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground. I gotta do this now while the sun's still shining. No matter how you get it, gotta see the silver lining. Remember when we came up, everybody tried to clown us. Now the same people trying to say that they the ones that found us. All the minutes, all the hours, all the tears we devoured. Now we up, feel the power. Nou, vrijdag. We gaan vandaag wedstrijd spelen tegen Sam Jack. Gisteren 12 uur onderweg geweest. Ja, in plaats van de gedachte 9 uur. Ik zat wel heel irritant. Laat thuis. Laat in bed. Maar wat een gelukkige tijd om lekker lang uit te zijn. So this will be Jasmine Lucassen, who comes on to pitch for Odessa. Trailing 9-2 in the bottom of the second, has one out in the inning. Back to the top of the order for the Ravens. Ariana Wright steps in. Has brought in a run and scored a run. Was on base when Foster ripped the two-run home run in the previous inning for the Ravens. That tied the game at 2. Here in the bottom of the second, the Ravens have exploded the scoreboard as Wright tries to continue the inning but is robbed of a base hit and an RBI. So runners stay put at second and third as that one nearly snuck into the outfield. But nice play from the second baseman for the Wranglers to pick up the second out of the inning. So now Chloe Foster digs in. Already has a two-run home run. Takes a first pitch strike with two runners on and two away. Gets the strike call there. Does Lucassen on the outer half to make it 0-2. Foster rips that one. Franca goes high to pull it down and bring her team off the field. So 7 runs. Bottom of the third, and Madison Carr is at the plate for San Jacinto. Watches that one for a ball. Lifts this one to straight away center field where the catch is made on the run for out number one. Put a good swing on it, but the defense was there for Odessa. So Lucassen picks up the first out on a fly ball. And now she will have to face off against Angelina Morales.
Off-speed pitch for the first pitch, taken for a strike. Trying to rip into that one and fouled it away, out of play. Falls behind 0-2, Dus Morales. That one stays upstairs to make it 1-2. Gets away from Lucas in that time as she runs the count even at 2 balls and 2 strikes. In the dirt, 3 balls and 2 strikes after Lucasin started ahead 0-2. She now has it full. Got her chasing for the first out. Excuse me, for the second out, rather. That'll be a strikeout and a swinging one for Jasmine Lucasin in the circle, who came on in relief after San Jacinto put a good number of runs on the board. Gets 2 quick outs here in the bottom of the third and then deals a first pitch strike to Kylie Hernandez in the box for San Jacinto. Hernandez came around to score on a wild pitch as she watches strike 2 on the outer edge. So 2 straight 0-2 counts for Jasmine Lucasin. Previous batter she faced, ran it full. She picked up the strikeout. What does she do here? Takes some off and gets a ball to make it 1-2. Above the letters of Hernandez to make it 2-2 now. On the ground, chopping ground ball. Franca stays in front as she has made a nice couple of plays to get her team. Nee, het is nu middag al een week later en ik zit in de dorm. Ik heb met een 4 opgenomen voor de tweede dag. Eerste dag tegen Sanger hebben we allebei wedstrijden verloren. Dus alle twee wedstrijden verloren. Dus ja, dat was natuurlijk sowieso wel jammer. Je merkt ook wel dat ik gewoon wel meespeelt in, nou ja, de eerste keer van het team natuurlijk. En na de wedstrijd zijn we naar het tweede deel gegaan in Galveston. Galveston is zeg maar een soort van klein eilandje, wat zeg maar met een soort van, ja, met meerdere bruggen vastzit aan Houston. En we zijn dus op weg naar de tweede wedstrijd ook langs stand gereden. En bij de tweede wedstrijd, de tweede wedstrijd dacht ik niet heel veel beter dan de eerste. Ook 2 keer wilde ik verloren ook wel. Dus dat was natuurlijk niet helemaal prima. En dat is niet leuk en niet goed. Vandaar dat ik eigenlijk daar toen niks over heb genomen. Wel, ja, het is gewoon niet leuk. En toen de terugreis was ook vrij lang. De terugreis was in totaal 10-11 hebben we denk ik erover gedaan. Ik weet niet zeker precies, maar dat deden we dus na de wedstrijd. Dus we waren pas laat thuis. Ik denk dat we 3 uur terug waren thuis. Dus super laat. En niet van. Maar we zijn wel 2 keer bij Pakjes geweest. En ik kan er heel moeilijk gaan doen om te omschrijven wat Pakjes is, maar uiteindelijk en enorm tankstation met daaraan. En een enorme tankstation winkel. Want ja, alles in de minivan is enorm. Dus het tankstation met ik weet niet hoeveel pompen en laten zien. Zorg ze 50 en 100 zijn. Ik heb het niet geteld. Maar ik doe me er niet voor. En daar binnen een winkel. Ik denk zo groot als onze Albert Heijn en zo. Dus ja, dat is echt wel een sensatie af en toe voor onze Nederlanders. Dat was zelfs een beetje voor de trip naar niet erg succesvol dus. We hadden natuurlijk anders gewild. Weet je wel, gewoon verder. En we hebben nu dinsdag met 2 wedstrijden gespeeld in New Mexico. Waarvan wel gelukkig eentje gewonnen en eentje verloren. Zelf ook weer gespeeld, dus wel oké. Dus dat, ja.
Nu hebben we spring break. Daarna naar de competitie. Dan nou, hoop ik dat we gewoon deze goed spelen als we echt kunnen. Want ja, de volgende wedstrijden die aankomen, ja, dat gaat echt om doen. Dat gaat echt om spannen.